Kerst betekent voor mij een feest van vreugde, een feest van liefde, maar toch ook bovenal een feest van hoop. Kerst betekent voor mij stilstaan bij het bekende Bijbelverhaal van de geboorte van de Heere Jezus, wat voor mij een hele belangrijke betekenis heeft. Have yourself a merry little Christmas. Met kerst sta ik ook stil bij het afgelopen jaar waarin er heel veel gebeurd is. En in die zin is kerst voor mij ook een uitgelezen moment om daarbij stil te staan en jezelf te bezinnen over alles wat er speelt. Met kerst sta ik stil bij al die mensen die niet toekomen aan kerst vieren omdat ze moeten vluchten voor oorlog of geweld. Tijdens het kerstdiner zit ik het liefst aan tafel met mijn zoontje Laurens en mijn partner Jessica. Tijdens het kerstdiner zit ik het liefst aan tafel bij Mick Jagger. Met kerst ga ik graag met de familie in het gezin gourmetten. Met kerst eet ik het liefste eten waarvoor geen andere levende wezens zijn opgeofferd. Ik vind het fijn bij het kerstdiner om een hele gezin en familie en vrienden bij elkaar te hebben. Een wereld waarin veel rust en vrede heerst. Een vernieuwd college en een nieuwe burgemeester. Ik heb er alle vertrouwen in dat Goes de mooie gemeente blijft die het nu al is. Meer verdraagzaamheid in de wereld, zodat we wat meer denken aan elkaar en het meer wij is dan ik. Dat wij weer meer verdraagzaamheid voor elkaar opbrengen, dat wij meer respect voor elkaar hebben. So, have yourself a merry little Christmas now.